welkom bij Topnames. Ik had tijdens het intro een binnenpretje. We hadden namelijk in de uitzending hiervoor wat problemen dat het geluid het af en toe wel of nog niet deed. En nu zegt iemand, zelfs het geluid van een baard is nu goed hoorbaar. Die baard moet van jou zijn. niet van mij in ieder geval, Renato. Ja, maar dan doet het geluid het. Ja, doet het geluid het. Renato, je bent van Human. Je bent hier mei vorig jaar te gast geweest. Yes. Als ik het samenvat, zeg ik, Human is een app die mensen helpt gezonder te worden, in ieder geval een half uurtje per dag te bewegen. Klopt. Ja. Als we even dat jaar overbruggen. Jaar geleden en nu. Wat is het belangrijkste verschil? Wat is het belangrijkste wat je bereikt hebt in dat jaar? Holy shit. Daar is zo ongelooflijk veel gebeurd. Dat is echt... Het is moeilijk te omschrijven, denk ik, in een half uurtje. Dan doe ik even andersom. Je zei hier, ik heb de afgelopen week zo hard gewerkt, de afgelopen 7 dagen. Je kwam hier van, ik mag even zitten. Ja. Pak me de afgelopen week even. Alright. Waarom was die belangrijk? We hebben net een nieuwe versie gelanceerd. Net de 2.0 versie de deur uitgestuurd. Daar zijn we pittig lang mee bezig geweest. Het is, om eerlijk te zijn, zeg maar, is het de versie die we eigenlijk van de zomer hadden willen lanceren, zeg maar. Is het een review of al beschikbaar? Nee, het is net beschikbaar geworden. Oké. En daar zijn we gewoon super trots op. We hebben alle details goed gekregen. We hebben tracking, accuratie en batterijefficiëntie is echt vele malen beter geworden. Ja, want dat was in het begin een probleem. Voor jullie zei je toen dat het was gewoon super moeilijk. Ja. Het is echt waar we mee zijn begonnen, zeg maar. Dat is echt gewoon een heel groot idee. Het is technisch ook een mega uitdaging. Het grootste wat we ooit hebben gedaan, zeg maar, als individu en als team. Ja. We zijn nu echt op een punt waarvan we zoiets hebben van oké, dit is, nu zijn we... Nu zijn we klaar voor de volgende stap, zeg maar. Ja. Even voor wie dat misschien niet weet. Maar het punt is dus, jullie houden bij hoe snel ik... Door de snelheid van bewegen denk je, hij zal wel aan het fietsen zijn bijvoorbeeld. Hè? Ja. Al die dingen, dat kost energie. En daardoor gaan die batterijen supersnel leeg. Dus jullie moeten daar heel efficiënt mee leren omgaan. Nou ja, het ging supersnel leeg, inderdaad. Ja. Ik geloof dat ik dat de eerste keer al zei toen ik hier was. De eerste prototype van ons, dat had je batterij echt binnen een paar uur leeg. De eerste versie die we hebben gelanceerd was voor iOS 6 specifiek bijvoorbeeld. Ja. iOS 6 had nog niet zo heel erg veel optimalisaties voor dus passief tracken. Dus het continu tracken van de beweging van iemand. Dus eigenlijk hing die eerste app gewoon samen van een heleboel hacks. Dus een heleboel omwegen die wij hadden gemaakt, zeg maar, rondom de iOS API's en onze eigen technologie. Om te kunnen doen, zeg maar, wat we wilden doen. Ja, voor wie dat niet helemaal begrijpt, als je jullie app, dat hebben we eigenlijk nog niet uitgelegd, die houdt eigenlijk bij wat je doet op een dag. Dus die weet, loop je, fiets je, zit je stil, noem maar op. Precies. De doelstelling is dat je een half uur moet bewegen per dag. Ja. Een hele simpele doelstelling. Ja, dus je installeert En dat ding houdt dat bij en geeft jou een tip van, nou ja, je bent er nog niet helemaal, ik zou een eentje gaan wandelen vanavond. Ja, dat is het. Het is echt heel simpel. Dat soort dingen. Wil je dat goed kunnen tracken, moet je altijd in de schaduw je app hebben draaien. Mm-hmm. En die heeft dus je GPS aanstaan. Die heeft, weet ik wat allemaal, de sensoren staan aan. Ja. En dat vreet stroom. Toch? Voorheen wel. Dat is nu eigenlijk wel redelijk te verwaarlozen. Waarom dat nu? Is dat jullie verdienst of is dat veranderd? Ja, dat is een combinatie van wij die gewoon als team beter zijn geworden. En vrijwel, ik durf nu wel te zeggen dat we expert zijn geworden daarin. Ja. Maar ben je dan met die nieuwe versie dus ook echt helemaal opnieuw begonnen? Dus met je codebase? Dus echt gezegd van nou... Ja en nee. Het is gedeeltelijk, zeg maar, dat je hebt gewoon een heleboel legacy code, noemen ze dat gewoon. Dus door het supporten van je eerste gebruikers en hoe je het systeem eerst hebt opgebouwd. Daarna merk je dat er een heleboel dingen geoptimaliseerd kunnen worden. Dus we zijn wel een aantal keer opnieuw begonnen met hoe we tracken inderdaad. Maar de basis is inderdaad, ik bedoel, we tracken continu. Dus we weten hoeveel je loopt, hoeveel je hard loopt, hoeveel je fietst. We doen nu ook indoor tracking bijvoorbeeld. Dus als jij, zeg maar, ergens binnen bent en je gaat op een home trainer of je gaat naar de sportschool of je bent met yoga bezig of je doet push-ups of zelfs in de discotheek, nemen we gewoon alles, alle activiteit, zeg maar, van een minuut en langer nemen wij mee. Ja, dat was mijn frustratie inderdaad toen, zeg maar. Dat ik naar de sportschool ging. En met jou, met jou nog een heleboel andere mensen. Mooi, maar wat... Ja, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik hem er toen afgegooid heb en heel snel eigenlijk bij Moves ben uitgekomen. Mm-hmm. Wat denk ik een van jullie grootste concurrenten is, of niet? Ja, concurrenten. Ik zeg altijd, of ik wil altijd zeggen dat Nike de grote concurrent is. Ik denk dat
Het belangrijkste dat ik kan zeggen, zeg maar, over... Er zijn ongelooflijk veel spelers in de healthmarkt op dit moment. En iedereen probeert eigenlijk met tracking, wat de meest logische technische stap is, zeg maar. Dat is het gewoon het detecteren van hoeveel iemand beweegt. Probeer ze bij een bepaald doel te komen. En iedereen heeft zijn eigen insteek daarin. En Moves is fantastisch, zeg maar, om je hele dag in kaart te brengen. En ze om missen om eigenlijk even uit te leggen, niks. Wie niet weet wat Moves er nog aan toevoegt, die houdt eigenlijk een dagboekje voor je bij. Ja. Dus die geeft een soort tijdlijn van, nou, je was thuis en dan zie je van, nou, heb ik transport, ben ik met de auto geweest, 11 minuten, 2 minuten gelopen. Bij de fysiotherapeut indoor heb ik ook nog wat gelopen. Dus die maakt er een soort dagboekje van wat je op een Precies. dag hebt gedaan. Het is echt de ultieme quantified self app eigenlijk. Dus als jij gewoon zoveel mogelijk data over jezelf wil verzamelen, dan is dat echt een perfecte applicatie. Maar waarin onderscheiden jullie je dan? Ja, voor ons is de insteek altijd geweest, we willen mensen dus daadwerkelijk gezonder maken en ze gewoon in gezondere patronen krijgen. En wij hebben toen ook gemerkt, onze eerste prototypes, die waren vrijwel hetzelfde als Moves. Dus de core van de technologie is gewoon passief tracken. Dus we lieten ook gewoon een chronologische tijdlijn zien van wat mensen hadden gedaan de hele dag. Maar wij merkten al snel, zeg maar, dat dat niet echt tot gedragsverandering leidde. Dus voor ons is het belangrijk van, oké, hoe kunnen wij passive tracking gebruiken om mensen dus ook echt daadwerkelijk meer te laten bewegen. Dus in plaats van het focussen op een chronologische tijdlijn van activiteiten, hebben wij ons meer gefocust op hoe brengen wij mensen, zeg maar, zo snel mogelijk tot 30 minuten. Hoe motiveren we mensen continu om meer te bewegen. Dus zijn we eigenlijk een heleboel dingen uit de interface gaan halen en hebben we ons gefocust puur op die daily 30. En om even terug te komen op jouw vraag over wat is nou het belangrijkste, zeg maar, wat het afgelopen jaar is gebeurd. Dat is voor ons, we hebben op dit moment meer dan 14 miljoen activiteiten wereldwijd getrackt. En de kwalitatieve data die we daar net hebben uitgehaald eigenlijk, is dat we hebben gemerkt dat die daily 30 die werkt dus echt voor de gebruikers die ook echt, zeg maar, actief de app gebruiken. Ja. Dus mensen die Human hebben gedownload, die bewegen na 6 weken gewoon 40% meer dan dat ze eerst bewogen. En dat is... Ja, dat zijn misschien 9 à 10 minuten, zeg maar, meer per dag. Ja, maar het is wel een consequente gedragsverandering. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Ja, dat is voor ons. Toen hadden we echt zo, oké, nou ja, we hebben nu bewezen, zeg maar, dat we met passieve tracking gewoon een hele simpele gedragsverandering, zeg maar, kunnen veroorzaken. Dus dat is excellent dat we dat hebben gedaan. En nu gaan we kijken hoe we, zeg maar, nog een bredere groep mensen kunnen aanspreken om weer te gaan bewegen. Ja. Maar, hoe ga je dat doen? Martinus, we zouden een filmpje laten zien. Dus ik weet niet of je maar ga... Ga je beantwoorden deze vraag? Hoe gaan we dat doen? Dat is echt, daar zijn we al een tijdje mee bezig. We hebben dus Daily 30 is een fantastische habit, zeg maar, voor beginnende gebruikers. Ja, want een van jouw mede bedrijfsgenoten, als ik zie, die heeft dan weer een rondje IJsselmeer gedaan. Een rondje IJsselmeer gedaan van 230 of 240 kilometer. En ik weet niet hoeveel uren hij daarover doet. Ja. Maar je wilt dus een grotere, je wilt ook andere groepen. Ja, het is... We hebben heel erg gemerkt, zeg maar, dat we hebben dit echt neergezet als het moet de meest simpele vorm, zeg maar, van self-tracking worden. Dus de laagste drempel voor iedereen die wil beginnen met gezond worden, als het ware. Nou, we hebben gemerkt dat dat werkt voor een specifieke groep mensen. Maar we willen een bredere groep mensen aanspreken. En ik bedoel, wij horen daar ook bij. Ik bedoel, wij doen veel meer dan de daily 30. Ik bedoel, je kunt ook wel een daily 90 unlocken, maar dat is... Dat is ook, zeg maar, redelijk laag gegrepen. Dus vanaf dat we, zeg maar, zijn begonnen met deze versie van de applicatie, hebben we in de achtergrond heel erg gaan nadenken van, oké, als iemand eenmaal in het patroon zit, zeg maar, van 30 minuten per dag bewegen, wat is de volgende stap voor ons, zeg maar? Ja. En aan de ene kant is dat hele simplificatieproces wat we door zijn gegaan om die app zo makkelijk mogelijk te maken. Dat is prachtig. Voor iedereen die nog niet gedaan heeft, doe het eventjes. Prachtig, het ziet er mooi uit. Overzichtelijk, mooi vormgegeven, et cetera. Jullie hebben ook een heel mooi promofilmpje, wat ik graag even laten zien. Komt geluid binnen? Ja. Ja. Ja, ik zie het mooi gemaakt. En nu?
En nu? Jij had een vraag. Ja, ik kan wel gewoon verder gaan. Ik weet nog precies waar ik het over had. Oké, ga verder, ja. Misschien moeten we even, want dat vond ik wel interessant. Er komen op Twitter een paar vragen binnen over Apple en iOS 8 of 9. En we horen en lezen overal, en ik deel die analyse wel, dat de health toepassingen eigenlijk voor de komende jaren heel erg belangrijk zijn. Mm-hmm. Dat Apple bezig is met die watch en dat in iOS 8 en of 9... van alles komt en Apple gaat dat zelf doen. Ja. En zijn jullie daar bang voor? Nee, totaal niet. Ik denk dat dit is juist een van de meest fantastische. Echt, zodra er nieuws van Apple uitkomt, zeg maar, over dat ze echt double down doen op health en op sensoren, dat is voor ons alleen maar goed nieuws. En voor de hele markt heel erg goed nieuws, denk ik. Zoals ik net al zei, het hele tracking gedeelte, zeg maar, van het registreren van activiteiten en het kunnen klassificeren van verschillende soorten activiteiten, dat is echt een commodity geworden. Iedereen kan dat soort technologie bouwen in principe. Wij zijn een van de, wij en Moves en nog een aantal andere apps zijn een van de eerste geweest die daarmee zijn begonnen. Maar door de API's die Apple en Google beschikbaar hebben gemaakt, kunnen een heleboel developers, zeg maar, gewoon door middel van passief tracking een bepaald probleem gaan oplossen. Ik denk dat de grootste uitdaging, helemaal voor ons, zeg maar, is hoe maken we gebruik van die technologie om mensen ook echt meer te laten bewegen. Dat is een veel moeilijker probleem als Het tracken, inderdaad, ja. Ja, dus jullie, het unieke van, althans zo benaderen jullie het, van wat jullie doen, zit ook in juist die subtiele dingen. Ja. Want jullie geven inderdaad door van, hey, het is al laat, maar ja, misschien moet je toch nog even een wandelingetje gaan maken. Ja, want je zit niet aan je, tenminste die kreeg vanavond nog weer door. Ik denk van ja, ik ga toch even met de auto. Maar ging langzaam rijden zeker. Dan denk ik dat ik loop. Nee. Een van de belangrijkste dingen voor ons is gewoon dat we het echt leuk maken om meer te bewegen. En dat is het gedeelte dat ik, zeg maar, mijn persoonlijke verhaal over dat ik vroeger echt super dik was en zo. En dat het heel moeilijk is om, als je het gevoel hebt dat je ongezond bent, zeg maar, dat dan super moeilijk is om ergens aan te gaan beginnen. En je vindt het al niet leuk om te bewegen. Dus hoe kun je bewegen nou echt leuk maken? Hoe kun je, zeg maar, door hele kleine, simpele endorfine momentjes, noemen we ze, mensen meer motiveren om te gaan bewegen. En daar hebben we het de vorige keer uitgebreid natuurlijk over gehad. Van jij door je eigen persoonlijke verhaal. Want je bent heel zwaar geweest. Hè? Ja. Jij weet waarschijnlijk beter dan wie dan ook welke triggers dat zijn. Ja, maar dat, en dat, is dat de drive die jullie hebben in dat product? Nee, dat is echt, dat is, zeg maar, één gedeelte daarvan. Ik probeer, zeg maar, mijn steentje daaraan bij te dragen. Maar we werken als team gewoon als clockwork aan de app. Het is niet alleen ik die zeg maar ideeën aandraag. Ik bedoel, Paul is echt een super atleet bijvoorbeeld. Ja. Die bekijkt het van de totaal andere kant. Onze CTO ook, onze iOS engineer ook. De nieuwe twee mensen die erbij zijn gekomen ook. Oké, dus maar goed. Je bent doodmoe. Je hebt de hele week hard gewerkt. Je hebt het hele jaar hard gewerkt. Je kan in een half uur niet vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar waar staan we? Waar staan we? Hoeveel downloads hebben we? Hoeveel gebruikers? Ja, we zijn echt. Wat waren je doelstellingen? Hebben we die gehaald? Eén tegelijk. Dat is een journalistieke regel. Is dat een slechte journalistiek? Ja, anders krijgen we weer kritiek. Hebben we dat weer. Oké, je hebt deze week heel hard gewerkt. Ja. En ik ga een vraag nog eens stellen. En je bent heel moe. Mm-hmm. Je hebt het hele jaar ontzettend veel meegemaakt. Natuurlijk interessant voor ons om een jaar later even te weten. Waar staan we nu? Ja. Hoeveel downloads bijvoorbeeld heb je inmiddels? Actief gebruikers misschien. Ja, sure. Eigenlijk een betere. Ik kan zeggen, dan een 2. We hebben. Vertel. We hebben net dus de nieuwe versie gelanceerd. Het duurt eventjes voordat de app soort wordt. De downloadcijfers worden geüpdate, zeg maar. Voordat we deze versie hebben gelanceerd, zaten we rond de 130.000 geregistreerde gebruikers, zeg maar. Ik denk rond de 180.000 downloads zullen het zijn geweest. Dat zijn er nu weer een stuk meer. Het hangt er dus helemaal vanaf, zeg maar, de momenten dat je een consumentenapp lanceert zoals die van ons, met weinig sociale features eigenlijk. Dus er zit niet echt een viraal of sociaal aspect aan. Het is echt een single-player mode app. Dus je bent heel erg afhankelijk van mediamomenten die je dan inplant. Dus toen we lanceerden, hadden we echt binnen een week, zeg maar, tegen de 100.000 downloads in één keer. Een heleboel persaandacht. Ja. Op een gegeven moment gaat het gewoon plateauen, zeg maar. Dus dat sterft op een gegeven moment af.
En dan probeer zeg maar een beetje longtail op te bouwen door middel van support en hier en daar een interview, dat soort dingen. En gewoon heel erg een community opbouwen door direct contact met de gebruikers. In de achtergrond ben je dan bezig zeg maar, met de nieuwe app te maken. Dus luistert heel erg naar de gebruikers. Zeg van oké, wat zijn de pijnpunten op dit moment? Waar moeten we het meest op concentreren? En een van de dingen die we bijvoorbeeld zijn gaan doen is... Wij dachten van oké, we moeten echt per se een sociaal aspect gaan aanbrengen in de applicatie. Dus we hebben redelijk wat tijd besteed aan sociale features daarin bouwen. Maar toen we het eenmaal hadden gebouwd bleek dat... Dat het gewoon veel te lang duurde zeg maar, om aan mensen uit te leggen. En we misten die simpelheid van de eerste versie van de applicatie. Dus toen hebben we bijvoorbeeld ook echt besloten van oké, wat moeten we doen? We moeten ons echt focussen zeg maar, om de app, zeg maar, de versie van de app te maken die we eigenlijk van de zomer hadden willen lanceren. Dus met indoor tracking, veel batterij-efficiënter, veel accurater. Daar hebben we ons heel erg op gefocust. Dat hebben we nu gelanceerd. Op basis daarvan zitten we dus nu weer in een PR-spike. Dus een heleboel downloads en veel betere ratings als de vorige app bijvoorbeeld. En zo hopen we door te gaan. Maar wat je net zei, van die sociale elementen. Ja. Ga je dat dan doen omdat je denkt van dat is toegevoegde waarde voor gebruik? Of ga je dat doen omdat je denkt van dat is even de marketing. Namelijk nogal een belangrijk ding. Als het zichtbaar wordt, dat mensen inderdaad hun verhaal gaan vertellen. Van oh, ik heb dit vandaag gedaan. Het helpt je ontzettend in het aantal downloads. Welke van de twee redenen is het belangrijkste als je daar aan begint? Ja, dat is. Ik kan daar een super stoer PR-verhaal over ophouden. Maar het is voornamelijk zeg maar, oké, hoe gebruiken wij zelf de applicatie? Hoe gebruiken onze gebruikers de applicatie? En wat kunnen we op dit moment implementeren? Wat lijkt ons gewoon leuk om te implementeren op dit moment? Waardoor denken wij zeg maar, dat wij het juiste pad ingaan? Dat was een keuze zeg maar, waarover wij dachten van oké, het. Andere mensen zien bewegen, zeg maar, gaat je zelf meer doen bewegen. Nee. Maar toen we eenmaal aan het kijken waren naar hoe gaat ons dit helpen op langer termijn. Want we hielden nog steeds heel erg vast aan de Daily 30. En de Daily 30 in het sociaal aspect zeg maar, is wel interessant, maar het is nog steeds heel erg beperkt. En voor ons is het belangrijkste dat we nu echt een lange termijn strategie gaan neerzetten. Dus een klein beetje... hoe noem je dat? Ik wil niet zeggen dat we de Daily 30 zeg maar achterwege gaan laten. Maar het wordt wel een kleiner aspect van hoe wij de toekomst van de app gaan zien. Dus het is niet. We gaan geen sociale features implementeren zeg maar, om puur activiteiten te delen op sociale netwerken of zo. Als wij zoiets implementeren, moet het aan één randvoorwaarde voldoen. En dat is zeg maar mensen gezonder en gelukkiger maken. Dus mensen meer doen bewegen. Dat is waarom wij sociale features zouden implementeren. Dus we zijn heel erg aan het kijken naar oké, hoe kan jouw sociale netwerk zeg maar, bijdragen om jou meer te laten bewegen. En dat zit meer in de concepten, zeg maar, in de kern van hoe wij Human zien evolueren de komende tijd. Dan puur het idee van oké, we gaan maar sociale features implementeren om gewoon zoveel mogelijk downloads te krijgen. Hey, toen we vorige keer hier waren maakten, hebben wij de kop aan het artikel meegegeven. We willen de grootste help database van de wereld worden. Mm-hmm. Het is een citaat uit het gesprek, maar dat is eigenlijk een grote database willen worden is eigenlijk iets anders dan we willen mensen hun gedrag zoveel mogelijk, zoveel mogelijk mensen hun gedrag veranderen. Ja, ik denk dat het een combinatie van beide is. Je kunt niet zeg maar tot die fantastische database komen als jij niet je gebruikers een bepaalde meerwaarde geeft. Die moet je eerst bewijzen zeg maar als applicatie, laten zien zeg maar dat jij kordaat omgaat met de informatie die jij verzamelt. En dat je ook echt gewoon een verschil maakt in het leven van de gebruiker uiteindelijk. Zeggen van, we willen even goed nog zeg maar Facebook for Health worden als het ware. Maar dat is echt een far-fetched lange termijn plan. Tot we daar zijn, zullen we eerst gewoon echt moeten aantonen dat wij mensen gezonder maken. Daarom is die kwalitatieve data waar ik het net over had. Dus dat mensen 40% meer bewegen, is gewoon super belangrijk voor ons. En dat is, ongetwijfeld zullen een heleboel van onze concurrenten of andere health trackers, die zullen het ook zien dat de retentie, zeg maar, als mensen zien dat ze bepaald hetzelfde patroon doorgaan de hele dag, dan is de lol van de app er eigenlijk al af. Tenzij je heel erg geïnteresseerd bent in gewoon super punctueel die data bijhouden. Ja. Maar een heleboel van die applicaties die lossen niet
een inherent probleem op. En dat is voor ons het allerbelangrijkste. Dus hoe zorgen wij er eerst voor dat mensen consequent gewoon meer bewegen? En dat het altijd leuk is om meer te bewegen, zeg maar. Of het nou met de Daily 30 is of met een andere challenge. Je zegt eigenlijk, we gaan meer andere challenges inbouwen. Ja, even goed geraden. Ja. Even heel praktisch, een vraag van Niels. Die zegt, wat biedt jullie applicatie voor gebruikers van Strava? Dat is voor wie het niet weet, Strava is een heel veel gebruikte app, vooral onder fietsers. Ja, die ook op je iPhone draait, dus je kunt ze niet allebei tegelijk aanzetten. Althans, dat zou wel kunnen, maar... Ja, kan wel, kan wel. We zijn hele goede vrienden. Dan gaat je accu nog sneller leeg. Maar wat zou nou de reden zijn dat je niet Strava gebruikt, maar jullie applicatie? Ja, daar hebben we het. We hebben volgende week een afspraak met de jongens van Strava. Dus we zijn al een tijdje met Strava in gesprek ook bijvoorbeeld. Ik denk dat de CEO van Strava die omschreef Human ooit eens van... Oké, als jullie het echt goed doen, dan zorgen jullie uiteindelijk voor Strava-gebruikers bijvoorbeeld in het begin. En dat vind ik een hele mooie omschrijving. Dat laat ook zien, zeg maar, met welke segmenten van de healthmarkt wij bezig zijn. Dus Strava focust zich echt op hardcore gemotiveerde atleten. Mensen die al een bepaalde fitheid hebben bereikt. Klopt. Die gewoon heel erg geenthousiasmeerd zijn door racebiking, dus is echt wielrennen of hardcore hardlopen, als het ware. En wij proberen ons meer te focussen, zeg maar, op everybody else. Dus alles wat je de hele dag doet, of je nou een atleet bent of niet, dat nemen wij mee in het overzicht. Want het gaat voor ons, gaat gezondheid niet alleen, zeg maar, om die hoge intensiteit momenten die jij een paar keer in de week doet, maar om een, zeg maar, een consequente hoeveelheid beweging door de week te kunnen doen eigenlijk. Dus wij noemen het meer casual health. Dus alles wat je doet, zeg maar, buiten intensief bewegen om. En dat kan, ja, dat kan een potje wielrennen zijn. Maar dat kan ook gewoon de hond uitlaten of met de baby aangelopen zijn. Ja, Ruimer van der Klein bemoeit zich er online ook mee. Die zegt, wat is deze jongen toch bescheiden terwijl hij rockt. Want vraag maar eens naar zijn investeerders. En dat... De in-crowd weet dat natuurlijk, dat jullie nogal prominente investeerders in je bedrijf hebt zitten. Great Oaks Venture Capital. Je moest vragen. Oh, moet ik het vragen? Slechte journalist. Ja, wie zijn die investeerders? Wie zijn jullie investeerders? Ja, we zijn, dat is bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft met Max Levchin gewerkt en hij heeft Yammer ook opgericht. Sami Inkinen is een hele toffe Fin. Echt een, die gast loopt de Iron Man en weet ik veel wat nog meer. Trulia. Ja, ze oprichten van Trulia. Ja, Great Oaks. Inderdaad, ze hebben in OkCupid en Tumblr en nog een aantal andere bedrijven geïnvesteerd. Ja. Dat is een handjevol. Dat is een hele prominente club. Dat zegt ook iets over jullie. Want blijkbaar zijn jullie heel goed in staat je verhaal te vertellen. Je bent inmiddels wel bijna een jaar verder. Hmm. En geeft geld uit, zou ik maar zeggen. Hoe gaat het met de investeerders? Zijn ze blij? Ja, ik bedoel... wat wij doen, zeg maar, om iedereen op de hoogte te houden... is gewoon om de twee weken, zeg maar, tot een maand brengen wij gewoon een hele transparante e-mail update uit naar iedereen die ons adviseert en die geïnvesteerd heeft. En daarin zeggen we van, dit zijn de punten waar we nu mee bezig zijn, zeg maar. Hier kunnen jullie ons rechtstreeks mee helpen. Daar beginnen we de mail echt bij. Dus als mensen dat snel doorskimmen, dan weten ze meteen van, oké, hier kunnen we ze mee helpen. Dan doen we een update over wat wij aan product hebben gedaan en wat er de aankomende weken, zeg maar, op het menu staat. En ja, tot dusver, ik bedoel, wij zijn altijd heel transparant geweest in wat we wilden bereiken. Dus we hebben gezegd van, oké, we focussen ons eerst op gebruikersacquisitie. We willen eerst laten zien, zeg maar, dat we ook echt gedragsverandering kunnen veroorzaken. Voordat we gaan kijken, zeg maar, naar viable business modellen. En tot dusver is de groei is gewoon het gestaag. En het gaat gewoon prima. Dus... Ja, nou, ik vind, dat is nog steeds voor veel mensen een totaal onbegrijpelijk verhaal. Ja. Dat je gewoon open en eerlijk kunt zeggen, nou ja, dat businessmodel, daar houden we ons voorlopig even helemaal niet mee bezig. Nou, het is al deze prominente investeerders zo gek krijgt. Dat is niet waar. Het is niet dat we ons niet bezighouden met een businessmodel. Want we hebben echt verschillende, hele interessante ideeën, zeg maar, over hoe we snel omzet zouden kunnen draaien. Dat is het niet. Het probleem is dat zodra jij een businessmodel implementeert, is dat eigenlijk de hele kern van je bedrijf gaat veranderen. Dus in plaats van dat jij je gaat focussen op de
beste gebruikerservaring aanbieden. Ga jij uiteindelijk als team focussen op hoe zorgen we ervoor dat we meer euro's aan het eind van de maand eruit gaan halen of meer dollars? Ja. En dat moment, ja, daar zijn we gewoon eerlijk over, daar willen we zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Dus er eerst voor zorgen dat er ook echt meer waarde is. Omdat het ook niet tegelijk kan. Ja, het is gewoon heel moeilijk, zeg maar, om, en dat weten we van de vorige bedrijven die we zijn gestart, zodra je dat implementeert, zeg maar, dan verandert alles. Ja. En dan is het heel moeilijk om daarvan af te wijken. Dus we proberen dat gewoon zo lang mogelijk uit te stellen, totdat we iets hebben waar we echt heel erg zelfverzekerd van zijn. En dat dan op een hele goede manier implementeren. Je denkt er wel over na natuurlijk. Hè? Je implementeert ze nu niet. Je wilt nu de beste gebruikerservaring. Mm-hmm. Maar als je erover nadenkt, want daar praat je ook over met die investeerder. Mm-hmm. Waar zit dan het potentiële geld in de volgende fase? Ja, ik kan een aantal ideeën aan jullie vertellen, zeg maar, waar we mee bezig zijn. Dus waar iedereen altijd mee komt als wij met ze praten, zeggen van, oh, jullie gaan echt geld verdienen, zeg maar, aan verzekeraars. Verzekeraars die zijn gewoon helemaal gek op dit soort data. Daar zou je echt meteen partnerships mee kunnen starten. En voor ons, dat zou logisch zijn. Ik bedoel, je zou zeg maar data kunnen verkopen, dus bewegingsdata aan verzekeraars om ze inzicht te geven in bepaalde geolocaties of bepaalde... Even voor de duidelijkheid, geaggregeerd, geanonimiseerd. Geaggregeerde data. Nou ja, nee, ja. Nu kom ik dus eventjes terug op waarom we dit bedrijf eigenlijk zijn begonnen. Wij geloven dus echt heel erg in dat... dat is een van de grootste problemen in de healthwereld op dit moment, is dat alle data, zeg maar, die wordt verzameld over jou als consument, staat allemaal in verschillende silo's waar je totaal geen controle over hebt. Dus zodra jij in het ziekenhuis bent geweest, is er data over jou verzameld, zijn er dingen over jou geschreven die eigenlijk niet te achterhalen zijn voor jou. Hetzelfde geldt voor je verzekeraar, hetzelfde geldt voor je huisarts of zodra je naar een tandarts gaat. Eigenlijk zijn de enige plekken waar jij inzicht over hebt de consumentenapplicaties, waar jij ook echt daadwerkelijk data naar voert, zoals trackers. Wij vinden dat uiteindelijk, zeg maar, in het lange termijn verhaal voor Human, dat de consument totale controle moet hebben, zeg maar, over de health data. Het is de meest privacygevoelige data die je hebt. Jij zou eigenlijk gewoon een soort profiel moeten hebben, of dat nou bewegingsdata is of medische data, waarin jij de controle hebt daarover. Jij precies weet wat er over jou is verzameld. En jij ook rechtstreeks toestemming kan geven aan derde partijen, zeg maar, daarover. Dus wij hebben vanaf het begin gezegd, alle data die wij verzamelen is eigendom van onze gebruikers. En wij zullen nooit data aan derden verkopen zonder directe toestemming van de gebruikers. Dat is echt iets waar we gewoon heel sterk aan vasthouden. Ja, de NRC kijkt natuurlijk wel mee, maar goed, dat kunnen jullie ook niet. Ik bedoel, dat zijn dingen waar we verder niks aan kunnen doen. Maar als het gaat, zeg maar, om hoe wij omgaan met de data en hoe we, zeg maar, data van gebruikers gebruiken om het systeem beter te maken, daar zijn we gewoon heel erg transparant in. Ik bedoel, als een human gebruiker aan ons vraagt, ik wil mijn account deleten, dan is het ook gewoon een totale wipe. Er blijft geen residu achter. We deactiveren een account niet. Het is gewoon in één keer database leeg over die gebruiker en that's it. Gebruikers kunnen ook wanneer ze willen al hun data opvragen. En wij sturen dan echt gewoon een dump, een rauw datapakket, zeg maar, van alles wat wij over ze hebben verzameld, rechtstreeks naar ze toe. En zo willen we ook verder gaan. En dat maakt een verhaal, zeg maar, van te snel partneren met een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld heel erg moeilijk. Want je komt dan toch in een soort gray area van, oké, hoe communiceer je dat uiteindelijk aan gebruikers? Hoe ga je met die data om? En ten tweede, het zou betekenen bijvoorbeeld dat wij echt een sales team op zouden moeten zetten om wereldwijd verzekeringsmaatschappijen erbij te gaan halen. Terwijl we liever een verdienmodel implementeren dat sneller schaalbaarder is dan dat. Dus we zouden... Ja, we zouden toch liever kijken naar hoe kunnen wij rechtstreeks op de consument geld gaan verdienen. Dus hoe maken we een product dat zo goed is, dat mensen zo veel vertrouwen, dat ze ook zoiets hebben van, oké, hier heb ik gewoon geld voor over uiteindelijk. Heb je daar een voorbeeld van? Wat zou dat kunnen zijn? Wat zou dat kunnen zijn? Ja, ik denk dat voor mijzelf logisch voelt dat, zeg maar, door waarde opbouwen, door hoeveel data die ik er instop. Op een gegeven moment bijna, zeg maar, misschien wel het Evernote model. Misschien wel, ja, inderdaad. Je bouwt eerst data op en op een gegeven moment ben je zo
gehecht aan al die data. En dan zit je harde schijf vol. En dan denk je van, ja, ik wil hier verder. Ik ga betalen. Ja, ja, dat is dus een heel goed voorbeeld. Ja. Ik denk ook, we hebben ook gekeken naar in-app purchases bijvoorbeeld. Of in het model waar we nu aan het kijken zijn, zeg maar, naar extra challenges. Om daarmee te partneren met andere bedrijven bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat we denken daar wel heel erg over na. Maar we proberen niet te veel op te focussen op dit moment. Want ten eerste, we hebben een leuke kleine ronde opgehaald. Maar we hebben nog steeds een heel klein team. Dus onze aandacht moet echt gefocust zijn op product op dit moment. En ja, sparren over businessmodellen doen we meer dan genoeg. Maar aan het eind van de dag is het allerbelangrijkste voor ons dat we ervoor zorgen dat mensen meer bewegen. Ja, en hoe blijft het? Denk je ook wel eens aan hardware? Als toevoeging op je app of niet? Ik moet eraan denken omdat zoiets als Withings, hè? Ja. Ook een van jullie concurrenten in dat wereldje. Natuurlijk toch wel vrij succesvol ook is met de apparaatjes en de trackers en de weegschalen. Absoluut, dat ja. Ja en nee. Ik ben er zelf van overtuigd dat voor het segment waar wij nu in zitten, zeg maar. Dus echt zeg maar de casual health waar we het over hebben. Zijn apps echt de meest makkelijke vorm om gewend te raken aan health tracking. En toch merk ik zelf uit eigen gebruik dat ik dat niet altijd met je eens ben. Kijk, een telefoon stop je ook vaak in je tas of die zit op je bagagedrager of in je jaszak en die heeft niet precies, volgt niet goed de bewegingen. Daarnaast, ik ben een typische casual health type, want ik hoef zo nodig niet heel hard te fietsen, maar ik vind het wel belangrijk om te bewegen. En ik merk juist dat dan dat alleen maar die beweging tracken voor mij niet genoeg is. Ja. En dat je ziet van, nou, ik wil eigenlijk wel in één dashboard mijn gewicht ook monitoren. Ja, sure. En ik wil weten, en ik op het moment dat je ontdekt dat je slaapgedrag ook heel belangrijk is en je hebt zo'n tracker die dat ook gelijk meet, wil ik dat ook in hetzelfde dashboard hebben. Ik wil het CO2-gehalte op mijn slaapkamer, als dat een belangrijke factor is over hoe diep je slaapt. Vind ik dat ook heel interessant, maar wel in hetzelfde dashboard. Ik ontken ook niet dat vragen, gaan jullie je koppelbaar maken met de partijen die dit zouden moeten gaan aggregeren? Want dat is volgens mij vanuit consumentenbelang waar het over gaat. Het simpele antwoord daarop is ja. Dus wij geloven ook heel erg, zeg maar, in alles wat er op sensorisch vlak gebeurt. Of dat nou wearable trackers zijn op dit moment of dingen die veel specifieker zijn zoals stickers die glucosegehalte in je bloed meten bijvoorbeeld. Ja. Wij denken dat wij als human gewoon een heleboel contextuele data kunnen leveren aan al dat soort devices. Om echt puur vanuit het consumentenperspectief te kijken en zeg ik meer vanuit mijn design achtergrond als het ware, is als je kijkt naar het mainstream publiek op dit moment. En wearable trackers is qua perceptie voor de gemiddelde consument is dat nog steeds echt een gadget. Het is iets, zeg maar, dat gewoon, het is freaky, het is een beetje grappig. En mensen hebben gewoon niet dezelfde relatie met met een Fitbit die ze bij zich dragen als met dit apparaat. Dit apparaat heeft... Nee, maar ik snap wat je zegt en dat heb je net ook al gezegd, dus laten we niet in herhalingen vervallen. Ja. Uiteindelijk gaat het bij bewegen niet om bewegen. Bewegen is een middel, is geen doel. En het doel is waarschijnlijk dat je fit bent en dat je gewicht onder controle is. Dat is voor heel veel mensen een reden. Dus op het moment dat je dat gaat analyseren, wil je dat bij elkaar hebben. Ja, maar ik denk niet dat, zeg maar, een overdaad aan informatie uiteindelijk gaat leiden tot specifieke gedragsverandering. Ik bedoel, we zouden echt makkelijk, zeg maar, een heleboel informatie kunnen aggregeren. We zouden de Fitbit API kunnen aansluiten bijvoorbeeld, de Runkeeper API, ervoor zorgen, zeg maar, dat alle healthproducten op dit moment, zeg maar, aansluiten op human uiteindelijk. Maar dat lost nog niet het probleem op, zeg maar, van mensen gezonder maken. Het is voor sommige mensen, maar zeg maar, je zegt dat elke keer. Bewegen is het middel, is geen doel. Het doel is gezonder maken en bewegen alleen is niet genoeg. Dat is ook eetpatroon. Dat gaat om je gewicht. Oh, ja, dat absoluut. Gaat om hoeveel uur je geslapen hebt. Ja, maar dat dus gezond maken, 30 minuten bewegen kun je doen en totaal ongezond zijn. Dus wat jij, weet je wel, het is een goed PR-verhaal, maar je bent er nog niet. Nee, maar ik zeg ook totaal niet dat we er al zijn. Ik bedoel, we zijn nog maar net begonnen. En ja, ik bedoel, we zijn een klein team. We spelen ook maar een beetje met dingen die wij denken, zeg maar, gaan werken uiteindelijk. Of het uiteindelijk gaat werken. We have no idea. Waar we in ieder geval heel erg in geloven is dat het aggregeren van een heleboel informatie en maar een heleboel data, zeg maar, op de gebruiker afgooien niet
Ik bedoel, wij denken niet echt dat gaat werken op lange termijn. Het is allemaal context gebaseerd voor ons. Ik denk dat er zoals jij erover praat bijvoorbeeld, dus echt een groot dashboard hebben, dat is een totaal ander product. Misschien dat ooit zeg maar door Human wordt aangeboden. Maar waar wij ons nu op focussen, zeg maar, is een momentopname. We focussen ons op dit apparaat. Dit apparaat wordt op een bepaalde manier gebruikt. Je hebt eigenlijk maar 10 seconden de aandacht van de gebruiker, zeg maar, per applicatie. Dus binnen 10 seconden willen wij laten zien, zeg maar, wat de gebruiker heeft gedaan, wat nog en wat hij of zij nog moet doen. Dus het is echt voor ons stap voor stap. Het is probeer één heel simpel ding zo goed mogelijk op te lossen. Ja. Focus je daarop. Ik ontken ook niet dat je van bewegen sowieso gezonder wordt, hoor. Dus het is niet dat ik zeg dat het niet werkt. Maar weet je, het is zo lastig om... Dat lijkt mij de grote uitdaging van wat jullie doen, om in die huid van die grote groepen consumenten te kruipen. Ja, maar dat is super moeilijk. En feeling te blijven houden met... We zouden ook veel liever meteen echt allerlei andere dingen willen toevoegen. Dus nutritie, dus voeding is inderdaad een van de dingen waar we een heleboel over nadenken. Maar als je dat echt goed wil doen, zeg maar, dan dat kost ook wel eventjes. Ja, dus, er zijn eindeloos veel partijen mee bezig. Precies, inderdaad. Dus het is, ja, we blijven op dit moment gewoon waar we goed in zijn. Een simpel ding, gewoon zo mooi mogelijk oplossen. En dat zie je denk ik ook terug in de app. Dus onze app lijkt echt niet... Het is niet klinisch vormgegeven zoals de meeste health apps die er zijn. We zorgen er echt voor dat je gewoon je zeg maar blij voelt als je die app opengooit. Ja, nou, dat dus je voelt je goed over jezelf. Nieuwe versie vind ik. Ik zag jou blij binnenkomen vanavond. Ik denk die heeft gewoon net nog eventjes die. Nou ja, hij staat. Hij staat. Ik ben blij dat je weer terug hebt. Bij mij staat hij aan. Ik had hem eraf gegooid, maar ik heb hem er weer opgezet. Hey, nog even tot slot. We gaan even afronden met wat vragen. Sure. Bijvoorbeeld, jij zei net contextgevoelig. En een man die heel contextgevoelig is Raimo van der Klein. Zeker als hij zijn Google Glass op heeft. Ik kwam van de middag tegen en hij had een heel andere bril op. Geen Google Glass. Dus kennelijk als hij dan buiten zijn PR-momenten treft, zet hij toch gewoon zijn eigen bril op. Niet zo onaardig over Raimo. Ja, dat kan hij hebben. Ik weet dat hij nu thuis daarop moet lachen. Dat hoop ik althans. En anders, Raimo. Dan heb je nu dit te danken aan je vriend Roland. Nee, maar de vraag is, zie jij Google Glass, als een wearable OS waarin alle data straks samenkomt? Hij zegt het grote gevaar is inderdaad die data silo's. Hè? Dus dat niet dat de dingen bij elkaar komen, dat je al die verschillende plekken hebt waar iets van jezelf bekend wordt, bijgehouden wordt, et cetera. Mm-hmm. Ik zie uiteindelijk, zeg maar, er zullen een aantal plekken zijn, zeg maar, waar al die data bij elkaar komt, maar dat zullen niet de devices zijn. De devices zijn gewoon interfaces om met de data om te gaan en om de data te verzamelen. Maar het komt niet specifiek alleen op Google Glass binnen, denk ik. Ik weet niet of dat de vraag goed beantwoordt. Maar we gaan zo even naar een andere vraag die zeker interessant was. Hè? Want jullie zitten af en toe in Nederland en vaak ook in Amerika. Ja. Dus hij zegt een exit. Hè? Dus uiteindelijk dat je je bedrijf, zeg maar, in Amerika verkoopt, vindt hij logisch. Hoe doe je dat nu om een beetje een US Valley bedrijf te worden? Oftewel, jullie hebben je aandacht is verspreid. Je bent niet alleen maar daar. Interpreteren wij dat verkeerd omdat we je af en toe gewoon hier zien? Ik denk, zeg maar, het is de Kool-Aid die dan wordt gedronken, zeg maar, oké, je bent het bedrijf daar begonnen, zeg maar. Dus het is heel tof dat je in Silicon Valley zit. Dat is, ik bedoel, wij zijn daar begonnen omdat we vonden van, oké, het soort product dat wij aan het bouwen zijn, de beste mensen om ons daarover te leren, die zitten daar. Dus wij moeten gewoon daar beginnen, daar ons geld vandaan halen, daar onze adviseurs vandaan halen en op basis daarvan gewoon verder bouwen. Hoe dat verder zich uit in het product maakt niet zo heel erg veel uit. We hebben het grootste gedeelte van het product hebben we gewoon in Amsterdam gebouwd. Er is hier ongelooflijk veel talent. Je kunt hier alles doen, zeg maar, op een veel lagere burn rate dan in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel erg veel uit. Uiteindelijk is het doel wel om daar gewoon voor vast heen te gaan. Maar we zullen daar pas heen gaan, zeg maar, zodra we daar klaar voor zijn. En dat is, ik bedoel, we hebben nu al een leuke seedronde opgehaald, maar we kunnen daar pas heen zodra we een goede A-ronde hebben binnengehaald en niet eerder. Dus zodra we daarheen verhuizen, neemt alles, zeg maar, met 4 keer toe gewoon. Alle kosten. Dat, nou, is, dat niet, is echt nog steeds het verschil. Dus ongelooflijk is dat. Ja. Ja. Ja, dat is echt, daar vergissen een heleboel mensen zich in. Ja.
Hey, Maarten de Braber die zit in de trein op zijn iPhone te kijken. En nu heeft hij kennelijk een hotspot waar hij wat vragen kan, kwijt kan. Bijvoorbeeld zegt hij, denk jij niet dat er juist meer focus nodig is voor één deel van een hele stack in plaats van integratie? Dat is wat jij suggereerde, maar ik denk dat je eigenlijk het antwoord net al gegeven hebt. Want je hebt gezegd van wij gaan eigenlijk door op dit. Dit is het dingetje wat wij nu aan het doen zijn en daar gaan wij op door. Ja. Ik geef zo het antwoord omdat hij nog meer vragen heeft. Hoewel ook meer antwoorden zijn. Zeg je net wat van mij dat ik geen... Ja, sorry. Ik ben ook een slecht journalist. We zijn allebei gewoon rommelaars en steken, dat weten we toch. Auto's worden ook gebouwd door 600 verschillende partijen. Niet één enkel leverancier. Nou goed, dan wordt het nu een vraag. Meten kan goed met human, maar is de iPhone ook jullie ideale visualisatielaag? Wij zijn begonnen met iPhone omdat we daar het beste in waren. En omdat we dat het leukst vonden om te maken. Kijk, er is een gedeelte zeg maar, van de visie die je hebt om een bepaald probleem op te lossen. Dus voor ons mensen gezonder en gelukkiger maken. Ja. Aan de andere kant, als ondernemer ben je ook ergens goed in. En je bent dit gestart om gewoon elke dag te kunnen doen wat je leuk vindt om te doen. Dus wij zijn met iOS begonnen omdat we daar het beste in waren. Omdat we gewoon allemaal iPhones hadden. En dat wij zagen dat die technologie gewoon zo snel aan het evolueren was. Dat we dachten van oké, daar zit een gat waar we ons op moeten focussen. Of al onze producten alleen op iOS blijven. Ja, dat is de vraag. Ik zal even afsluiten met nog eentje van Raimo. Het is een statement, maar misschien kan je er dan nog iets over zeggen. Hij zegt, wij focussen kennelijk te veel op Glass als hardware. Hij zegt, nee, je moet het niet als hardware zien, maar je moet het eigenlijk als een platform zien om dingen op te kunnen ontwikkelen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind Glass vind ik heel erg interessant. Ik vind het... moet ik specifiek de vraag over Glass zeg maar aan zich? Ja, of je het eens bent met Raimo. Is het een platform of is het hardware? Ik denk dat het platform uiteindelijk Google is. Dus voor mij is het meer hardware. Google is een artificial intelligence platform aan het worden. Het is één... Waar het je is met een, allemaal apparaten op je in kunt haken. Het is één methode om data zeg maar te verzamelen en om data te accessen. Dus ik zie het meer als een interface dan als een platform op dit moment. Ik denk dat Glass in de vorm dat het nu is ook de aankomende paar jaar nog veel sneller zal evolueren en totaal anders eruit gaat zien. Ja, daar heb ik dan 1500 euro voor betaald. Ja. We moeten op onze piek stoppen. Want ik krijg nu net een Twitter berichtje binnen van Twierers dat we Nieuwsuur op plek 5, aardbeving, ik weet niet waar die is, op plek 4. Dan nog iets anders wat daar staat, Vitas en Goed Geld Gala achter ons hebben gelaten. En we besluiten met hashtag FMT op nummer 1 als toppopulaire topics. We zijn er klaar mee. Ja, we stoppen ermee. Hartstikke bedankt, man. Het komt bij jou trouwens. Ja, daarom, alles is van de juiste gasten. Hey, ontzettend bedankt voor het kijken. Je weet het, iedere dinsdagavond zijn we er. En kijkt alle uitzendingen terug via de site of via ons YouTube-kanaal. Dankjewel. Dag. Hey, dankjewel. Ja, dat is leuk.